stond er wel eventjes versteld van. Ik denk, hey, dus daarom ben ik ook even direct hier naartoe gereden met de auto natuurlijk. Te kijken hoe de stand van zaken dat je toch wel was. Ja, en als u het zo observeert, wat is dan de stand van zaken? Nou ja, nou, het ziet er allemaal wel goed uit natuurlijk. Maar door de wind ja, dan blijven er toch wel, wakken in liggen. Dat sommigen nog niet dichtvriezen hier wel. En dat is het vanochtend ook gebeurd natuurlijk. Het zal net een nacht dichtgevroren zijn. En daar is overheen geschat. En daar is het dan toch wel doorheen gezakt. Dat is niet best. Ja, je moet ook niet alleen gaan schaatsen, denk ik. Die man was alleen, hoor ik. Ja, je moet hier toch wel met een groep gaan en eerst eventjes goed kijken dat het allemaal echt wel veilig is. Hoe doet u dat zelf als u hier aankomt en u denkt te kunnen gaan schaatsen? Nou, dan zijn er al wel meer erop voordat ik ga. Dan is het hier al wel druk. U laat het eerst even anderen uitproberen? Ja, dat lijkt mij toch wel wijs. Ja, want wat voor watertje is het om op te schaatsen? Nou, het is best een leuk water hier hoor. Ik bedoel, als je kan schaatsen, als het ijs dik genoeg is, dan is het best een leuk om hier een tocht te schaatsen. Ja. En hoe vaak komt u hier dan? Nou, dan kom ik wel iedere dag. Als het echt schaatsweer is, dan ben ik hier wel iedere dag te vinden. Want u zegt, ik kijk altijd eerst eventjes of andere mensen erop kunnen blijven staan en dan probeer ik het zelf. Waar kijkt u nog meer naar? Nou, ik kijk in ieder geval naar de dikte van het ijs. Kijk, het moet toch dik genoeg zijn om erop te gaan. Je moet niet met een paar centimeter ijs hier op dit water gaan schaatsen. Dat is niet verantwoord. Dus u had eigenlijk zo al wel gezien dat dit niks was? Ja. Ik had hier die wakker wel zien liggen hier. Ja. Durft u die nog? Nou, ik durf wel, maar ik laat eerst maar eens eventjes kijken hoe het ijs zich vannacht weer verder ontwikkelt. Denk. Want dat moet toch wel betrouwbaar blijven. Dus morgen verder kijken, maar vandaag nog niet? Nee hoor, vandaag niet schaatsen. Nee.